Wijnands. Janssens gaat diep. Wijnands met schijnbeweging. En nu dan maar die voorzet. Laag tot bij Willaert. Nog aangeraakt. Hoekschop. Ze willen hem nog terugleggen. Dat had ik het gevoel, Tessa Willaert. De duim terecht omhoog. Goeie speel, inspeelpas. Goeie actie van Wijnands. En dan Willaert. Nee, dit is een poging. Maar afgeblokt. En zo, derde hoekschop voor België. Nou, het is misschien toch een voorzet. Die laatste herhaling te zien. Hoe dan ook. Nog genoeg druk op de bal. De rechte handen op elkaar voor Sarah Wijnands. Van Avermaat. Net gemeten pas tot bij Petri. De voorzet wijkt af, buitenkantpaal. Hoekschop voor de Red Flames. Prasnikar. En dan is er de lopende Makovic, maar de bal nauwelijks in de buurt. Zet daar wel even Van Avermaat weg. Jones tot bij Zver. En dan is daar de poging in de goal van Koracek. En zo 0-1 voor Slovenië. Het begon bij knullig balverlies van Tinnedek en Yi. Ging daar even dribbelen. Ook Van Avermaat werd daar even weggezet. En vreugde op de Sloveense bank. Matthijs Zver. Meteen richting de grote baklijn. Lichtvis moet opletten. Duwt die bal nog net onder de lat uit. Dat was de bedoeling hoor. Zver had gezien dat Lichtvis ver uit haar doel stond. En dan prima. Lekker gemeten, maar Lichtvis trippelt daar goed en duwt die bal dan uitstekend over de lat. Wel een hoekschop voor Slovenië. Niks in de eindversie van Bella Ciao in de tribune. Eerste aanval van de Belgen in de tweede helft met Yassine Ablom. Voorzet, daar is de Lacan, maar ook de vuist van Wersnik. Dit hadden de Red Flames absoluut nodig. Even dreiging. Blom opnieuw. Opnieuw goed aangesneden. Daar is Delacau en daar is Willaert tegen de paal binnen. Uiteraard is het een doelpunt van Tessa Willaert. Eerste keer dreiging in de tweede helft. Meteen een doelpunt. Nummer 74 voor de nationale ploeg. Tessa Willaert. Doelpuntenmaakster van beroep. Kaiman. Schuift even mee. Teulings. Ruimte voor de Red Flames. Teulings tot bij Willaert. Kaiman voor doel. Kaiman niet gevonden, maar wel een doelpunt van Tessa Willaert. Geweldige kapbeweging. En uiteindelijk de 2-1 voor België. Toch weer Tessa Willaert. Na die goede infiltratie van Janice Kaiman. Plots overtal. En Willaert doet het alweer. Nummer 75. Grote schaar toch nog voorbij Van de Velde te geraken. Prasnikar tussen de benen. En dan komt die bal uiteindelijk bij Kramzar en is het 2-2. Het grote talent van AS Roma. Dat zorgt voor een fameuze domper op deze avond. De 89ste minuut. 2-2. Fraaie goal, dat wel. België speelt 2-2 gelijk tegen Slovenië. Kwam 2-1 voor dankzij de onvermijdelijke Tessa Willaert. Toch weer twee doelpunten van haar. Maar België speelde niet goed genoeg om Slovenië langs zij te zetten. Nummer 40 van de wereld.